De winter van 1979 zal de geschiedenis ingaan als een van de strengste en door zijn afwisseling van dooi en vurcht ook als een van de wispelturigste van deze eeuw. Automobilisten en schadeverzekeringsbedrijven hebben het wel geweten. Zware ijzel en langdurige sneeuwstormen hebben het verkeer in het hele land in ernstige moeilijkheden gebracht. Veel auto's raakten van de weg af of ingesneeuwd. Dat was onder andere het geval op Rijksweg 9 tussen Alkmaar en Velzen, die daardoor geruime tijd voor het verkeer moest worden gesloten. En naar duidelijk bleek niet ten onrechte. Je kon wel om hulp vragen, maar de wegenwacht kon die hier onmogelijk verlenen. Voortdurend werd nieuwe sneeuw naar plaatsen geblazen waar bulldozers en sneeuwschuivers net enige ruimte hadden weten te maken. De politie riep de gestrande automobilisten via de radio op hun wagens weg te komen halen. Sommigen wisten nog op eigen kracht uit dit poolgebied weg te komen, maar de meesten waren aangewezen op hulp van derden. Niet alleen het wegverkeer, maar ook de luchtvaart ondervond veel problemen van de ijzel en de sneeuwstormen die erop volgden. Schiphol moest voor het eerst zowel voor inkomende als uitgaande vliegtuigen enige tijd gesloten worden. Met al het beschikbare materieel werd getracht de sneeuw van de platforms te verwijderen. Een urenlang karwei dat ernstig werd bemoeilijkt door de sterke wind. Met speciale ontdooiingsmiddelen werden in de ijzige koude vliegtuigen ontdaan van sneeuw en ijs. Voor het schoonmaken van de taxi- en startbanen werd onder andere een kolonne sneeuwzuigers gebruikt. Doel was om Schiphol in ieder geval weer zo gauw mogelijk open te krijgen voor binnenkomend verkeer. En dat lukte, maar veel uitgaande vluchten moesten geannuleerd worden. Ook het spoorwegverkeer had ernstig hinder van het slechte weer en met name van de stuifsneeuw. In de treindiensten, die beperkt moesten worden, was vooral in de eerste dagen van enige regelmaat nauwelijks sprake. Het gevolg was dat de treinen die wel reden meestal propvol waren. Voor de tractie van sommige doorgaande treinen werd gebruik gemaakt van diesellocomotieven, die overigens pas konden vertrekken als op de emplacementen de wissels ontdooid waren. Deze trein trok mede een elektrische locomotief, waarvan de beugels waren neergelaten in verband met de ijsafzetting op de stroomdraden. Vooral in de drie noordelijke provincies werd de treininloop ongunstig beïnvloed door de voortdurende stuifsneeuw, die over lange trajecten de rails geheel onttrok aan de waarneming van de machinisten. Het spreekt vanzelf dat hier slechts langzaam gereden kon worden. Op vele plaatsen in het noorden werd een beroep gedaan op dienstplichtige militairen van het Panzerinfanteriebataljon uit Assen. De soldaten, die onder andere de opdracht kregen om de blokkade van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden op te heffen, leken bijzonder blij te zijn met het vooruitzicht op een gezonde ontspanning in de sneeuw. Maar in het winterse Visvliet, waar de spoorlijn geheel verborgen ging onder metershoge sneeuwbergen, was er alleen maar sprake van inspanning. De soldaten, die eerder al ervaring hadden opgedaan met het uitgraven van gestrande auto's, slaagden er nu ook in de spoorlijn vrij te maken, waardoor de belangrijke verbinding tussen de hoofdsteden van de twee noordelijke provincies, die voor de tweede maal door de sneeuw was afgesneden, weer hersteld werd. Vooral op het platteland van Friesland en Groningen, maar ook op tal van plaatsen in Drenthe, raakten vele dorpsgemeenschappen enkele dagen volkomen geïsoleerd door metershoog opgewaaide sneeuwduinen. De bewoners probeerden zo snel mogelijk althans één toegangsweg vrij te maken. Maar op onze tocht door deze streken gebeurde het herhaaldelijk dat we vastliepen op plaatsen waar bulldozers nog geen vrij baan hadden kunnen maken. Wat voor moeilijkheden de hoog opgewaaide sneeuw kan veroorzaken, ondervond de hier wonende familie, voor wie de schuur onbereikbaar was geworden. Daardoor kon men bijvoorbeeld niet de gasflessen voor de verwarming vernieuwen. Dankzij een oude haard en een nog aanwezig kolenvoorraadje kon de huisvrouw toch nog warm water,
en de familie enige behagelijkheid krijgen. Toen de sneeuwstormen waren gaan liggen, werd het voor de luchtmacht mogelijk om overal waar dat nodig was hulp te verlenen. Met een helikopter van de vliegbasis Leeuwarden vlogen wij mee over dorpen waar nog geen sneeuw geruimd was, omdat aan de doorgaande wegen voorrang was gegeven. Ook hier veel vastgelopen auto's, zo diep ingesneeuwd dat men zich nauwelijks kan voorstellen dat ze geplunderd konden worden. En toch schijnen parasieten zich op sommige plaatsen daaraan te hebben schuldig gemaakt. Met de helikopter vlogen we ook naar de Waddenzee, waar ijsbrekers bezig waren een vaargeul open te houden voor de veerboot van en naar Schiermonnikoog. Zoals gezegd lag in de eerste dagen het accent bij het sneeuwruimen op de hoofdwegen, die daardoor vrij spoedig weer voor het verkeer konden worden opengesteld. En doordat ook de treinen weer redelijk volgens de dienstregeling zijn gaan rijden, lijkt het ergste ongerief nu voorbij. Maar in alle dorpen in de zo zwaar door de winter geplaagde noordelijke provincies zal men pas weer normaal ademhalen als de contacten met de buitenwereld niet meer via helikopters onderhouden hoeven te worden. Overigens zal straks de dooi de bewoners van deze plaatsen ongetwijfeld ook nog voor grote problemen stellen.